De Bremer Stadsmuzikanten. In een klein dorpje in Duitsland, vlakbij de stad Bremen, woonde eens een molenaar. Hij had een ezel die iedere dag de zware zakken graan naar de molen sjouwde. Maar de ezel was al oud en op een dag zakte hij onder het gewicht van de zware zakken door zijn poten. De molenaar was geen aardige man. En omdat de ezel zeker wist dat de molenaar niet langer voor hem zou zorgen, nu hij niet meer kon werken, besloot hij weg te lopen. De ezel hield veel van muziek. Hij hoopte dat hij geld zou kunnen verdienen door in een orkest in de stad te spelen. En dus ging hij op weg naar de stad Bremen. Hij had nog niet zo ver gelopen toen hij een hond languit in het gras langs de weg zag liggen. "Hallo," zei de ezel, "wat is er met jou aan de hand?" "Ik rust even uit. Ik ben te oud om de vossen weg te jagen," zei de hond. "Mijn baas vindt dat niet leuk en nu wil hij me kwijt. Daarom heb ik besloten weg te lopen." "Waarom ga je niet met mij mee naar Bremen?" stelde de ezel voor. "Ik ben van plan in het stadsorkest te gaan spelen. Misschien is dat ook wel iets voor jou." De hond vond het een goed idee en liep met de ezel mee. Een uur later zagen ze langs de kant van de weg een kat liggen die heel verdrietig keek. "Hallo," zei de ezel, "wat is er met jou aan de hand?" "Ik rust even uit. Ik ben te oud om muizen te vangen," zei de kat. "Mijn bazin heeft gezegd dat ze me kwijt wil en daarom heb ik besloten weg te lopen." "Waarom ga je niet met ons mee naar Bremen?" zei de ezel. "Wij gaan in het stadsorkest spelen. Misschien is dat ook wel iets voor jou." "Ja, dat lijkt me wel wat," zei de kat. En hij liep met de ezel en de hond mee. Toen ze een paar uur hadden gelopen, kwamen ze langs een boerderij. Op het hek zat een haan heel hard te kraaien. "Hallo," zei de ezel. "Jij bent wel laat met kraaien vanmorgen. Het is al 9 uur. Jij hoort 's morgens om 4 uur te kraaien." "Ik ben al oud," zei de haan, "en daarom verslaap ik me steeds. Gisteren zei de boer dat het niet best met me zou aflopen als ik me nog een keer zou verslapen. En dat is nu toch gebeurd. Waarom ga je niet met ons mee naar Bremen? Wij gaan daar in het stadsorkest spelen. Jij hebt een mooie stem. Misschien laten ze jou wel bij het orkest zingen." Dat leek de haan een goed idee. En hij ging met de ezel, de hond en de kat mee. Aan het einde van de dag hadden ze Bremen nog niet bereikt. De zon ging onder en het werd donker. "Ik ben wel moe hoor," zei de hond. "En ik heb ook honger." "Ik ben doodop," zei de kat. "Een hele dag lopen is nog vermoeiender dan muizen vangen." "En ik weet zeker dat ik me morgen weer verslaap," zuchtte de haan. De ezel keek om zich heen en riep: "Kijk, daar in het bos staat een huis. Misschien is er achter het huis wel een schuur waarin we vannacht kunnen slapen. En wie weet vinden we wel iets om te eten." De vier vrienden liepen naar het huis en de ezel gluurde door het raam naar binnen. "Wat zie je?" fluisterde de kat. "Een tafel vol eten en drinken," antwoordde de ezel. "Maar ik zie ook 3 mannen die er helemaal niet vriendelijk uitzien. Ik denk dat het rovers zijn." De 4 vrienden verstopten zich achter een paar dikke bomen. Ze dachten diep na over een manier om de rovers te verjagen. De ezel begon zachtjes te fluisteren en even later liepen ze terug naar het huis. De ezel ging met zijn voorpoten op de vensterbank staan. De hond sprong op de rug van de ezel, de kat klom op de rug van de hond en de haan ging op de kop van de kat zitten. De ezel zwaaide met zijn oren en toen begonnen ze alle 4 tegelijkertijd zoveel lawaai te maken als ze maar konden. De ezel balkte, de hond blafte, de kat miauwde en de haan kraaide. Het klonk werkelijk afgrijzelijk. En toen sprongen de 4 vrienden dwars door het raam heen naar binnen. De rovers schrokken zo verschrikkelijk dat ze naar buiten renden en zich in het bos verstopten. De ezel, de hond, de kat en de haan gingen lachend aan tafel zitten. Ze aten en dronken tot hun buik rond was. Daarna deden ze het licht uit en gingen slapen. De ezel ging op een hoop stro voor het huis liggen.
De hond vond een plaatsje op de mat bij de keukendeur. De kat rolde zich op bij de haard en de haan ging op het dak naast de warme schoorsteenpijp zitten. Ze waren alle vier zo moe dat ze meteen in slaap vielen. En ze droomden dat ze in het orkest van Bremen optraden. De rovers hadden vanuit het bos gezien dat het licht in het huis uitging. We lijken wel gek dat we ons zomaar hebben laten wegjagen, zei de roverhoofdman. En hij stuurde een van zijn rovers terug naar het huis om te kijken wie er zo brutaal waren geweest hen te laten schrikken. De rover kroop door het vernielde raam naar binnen. Hij pakte een kaars en liep ermee naar de haard. Hij zag de twee ronde gele ogen van de kat in het donker glinsteren, maar hij dacht dat het gloeiende kooltjes waren. En op het ogenblik dat hij de kaars er tegenaan wilde houden, sprong de kat met een luid gekrijs op hem af en krabde hem in zijn gezicht. Toen de rover naar de keukendeur rende, sprong de hond overeind en beet hem in een been. De rover hinkte schreeuwend door de tuin. De ezel gaf hem nog een harde trap na. En net toen de rover dacht dat hij veilig was, vloog de haan van het dak en trok met zijn snavel een bos haren uit het hoofd van de rover. De rover was in zijn leven nog nooit zo geschrokken. Zo vlug hij kon, strompelde hij terug naar de andere rovers. Wat is er gebeurd? Vroeg de roverhoofdman. Het is daar heel gevaarlijk, zei de rover. Er zit een heks in dat huis. Ze krijste naar me en krabde me in mijn gezicht. Toen werd ik gebeten door een dwerg. En buiten kreeg ik een trap van een reus. En net toen ik dacht dat alles voorbij was, kwam er een gevaarlijke vogel op me af die een heleboel haren uit mijn hoofd heeft getrokken. De rovers wilden geen ogenblik langer in de buurt van het huis blijven. En de vier vrienden bleven in het huis wonen. En daarom zijn ze nooit in Bremen aangekomen en hebben ze nooit in het orkest gespeeld. UK, de onderzeeboot, gaat met pensioen. In een grote zee hier ver vandaan waren een heleboel onderzeeboten aan het werk. Alle onderzeeboten hadden een naam van 2 letters. Op een dag moest de onderzeeboot UK zich melden bij de sleepboot in de haven. Hij was te oud geworden voor het zware werk. Daarom moest hij lichter werk gaan doen in een lijmfabriek. Daar moest hij voortaan met zijn motoren lijmmachines aan de gang houden. Zijn beste vriend, de kleine ronde WZ, die onderzoek deed op de bodem van de zee, was met hem meegevaren naar de haven. Vaarwel, WZ, zei UK. Hou je haaks, UK, antwoordde WZ. Misschien is je nieuwe werk best leuk. En wie weet, kom je onderweg AA wel tegen. AA was de eerste onderzeeboot die ooit was gebouwd. Er werd verteld dat hij nog van hout was gebouwd en dat hij roeispanen had in plaats van een motor. Toen UK nog klein was, had hij ademloos geluisterd naar de verhalen over AA. Hij zou op een stil plekje ergens op zee wonen. Alleen als er een onderzeeboot in moeilijkheden was, kwam hij tevoorschijn, werd er gezegd. Als AA werkelijk bestond, zou hij er wel voor gezorgd hebben dat ik niet werd overgeplaatst naar de lijmfabriek, dacht UK. Hij meldde zich bij de sleepboot. Waarom ben je zo laat? Mopperde die. Ik heb vandaag nog meer te doen. Hij maakte een zware ketting aan UK vast en trok de verdrietige onderzeeboot achter zich aan. Ze waren nog maar net onderweg toen de golven hoger werden. We krijgen storm, riep UK naar de sleepboot. Kunnen we niet beter teruggaan? Ik ben niet bang voor een beetje storm, bromde de sleepboot. Maar hij was nog maar net uitgesproken toen de storm losbrak. De golven sloegen over het dek van de sleepboot. Help, riep de sleepboot. Ik geloof dat ik ga zinken. Opeens brak de ketting waar UK mee aan de sleepboot vast zat. UK liet zich meteen naar de bodem van de zee zakken.
De onderzeeboot keek op zijn zeekaart om te zien hoe ver hij van de haven was. Hij keek op de brandstofmeter en zag dat hij nog net voldoende brandstof had om bij de haven te komen. Hij startte zijn motor. Op dat ogenblik hoorde hij geroep. Het kwam uit een dicht bos van zeewier. UK zocht met zijn kijker de omgeving af. Hij dacht dat hij in de verte tussen het zeewier iets zag bewegen en hij ging erop af. Even later ontdekte hij een grote inktvis. In een van zijn lange armen hield hij een vismannetje gevangen. UK botste zo hard hij kon tegen de inktvis op. Die liet het vismannetje los en begon toen met UK te vechten. UK zette zijn motor op volle kracht achteruit, maar het was al te laat. De inktvis spoot een flinke straal inkt over de onderzeeboot en zwom weg. Terwijl UK de inkt zo goed mogelijk wegveegde, kwam het vismannetje naar hem toe zwemmen. Pas toen zag UK hoe vreemd het vismannetje er eigenlijk uitzag. Een vismannetje, dacht hij, die heb ik nog nooit eerder gezien. Omdat UK zo uitgeput was van alles wat hij had meegemaakt, viel hij in slaap. Hij werd wakker omdat iemand op zijn neus tikte. UK keek op en hij kon zijn ogen niet geloven. Naast hem lagen AA, de oudste onderzeeboot, en het vismannetje dat meteen op UK sprong. AA, u bestaat dus echt? Of droom ik? Riep UK. Natuurlijk besta ik, lachte AA. En dit is mijn vriend Devo. Hij heeft me verteld dat je hem uit de arm van een inktvis hebt bevrijd. Maar hij heeft een staart in plaats van benen, stamelde UK. Ik ben geen gewone man, maar een zeemeerman, zei Devo. En omdat ik in de zee leef, heb ik niets aan benen. Ik zorg met mijn vissen voor de veiligheid in de zee. Ga maar met me mee, zei AA, toen UK van zijn verbazing was bekomen. Ik zal je naar de stad van de rustende onderzeeboten brengen. Bedoelt u dat ik niet naar de lijmfabriek hoef? Vroeg UK. Natuurlijk niet, zei AA. Maar mijn brandstof is bijna op, zei UK. Dat geeft niet, zei AA. Ik zal je wel slepen. Een uur later kwamen ze aan in de stad, waar tussen hoge gebouwen door een heleboel grote en kleine, maar allemaal oude onderzeeboten rondvoeren. Welkom in de stad van de rustende onderzeeboten, zei AA tegen UK. Een paar dagen later stond UK bij het brandstofstation in de stad van de rustende onderzeeboten toen hij een bekende stem hoorde. Het was de moeder van zijn vriend UB, die hij hier had leren kennen. Hallo UK, zei ze. Heb jij UB gezien? Ik kan hem nergens vinden. Nee, ik heb hem niet gezien, antwoordde UK. Maar ik heb straks een afspraak met mijn vriend Devo. Hij komt overal. Misschien weet hij wel waar UB is. UK voer naar de grote zandhoop waar hij met Devo had afgesproken. Heb jij UB vandaag ergens gezien? Vroeg UK. Nee, zei Devo. Maar ik heb er ook niet op gelet, UK, want al mijn vissen zijn ziek. Ik ga straks naar vader Neptunus om hem om raad te vragen. Als je meegaat, kun je hem vragen of hij weet waar UB is. Toen UK en Devo bij de grot van vader Neptunus aankwamen, zagen ze dat AA bij hem op bezoek was. Dag UK, dag Devo. Misschien kunnen jullie ons helpen, zei AA. We hebben een groot probleem. Het zeewater wordt steeds minder zout. Daarom zijn mijn vissen natuurlijk ziek, riep Devo. Vader Neptunus knikte bedroefd. Hoe komt het eigenlijk dat zeewater zout is? Vroeg UK. En Neptunus begon te vertellen. Heel lang geleden was er een man die een tovermolen had. Die molen maalde van alles zonder dat de man iets in de molen hoefde te doen. Als de man zei, maal peperkorrels, dan kreeg hij peper. En als hij zei, maal koffiebonen, dan kreeg hij net zoveel gemalen koffie als hij nodig had. Maar op een dag
werd de molen gestolen door de kapitein van een zeeroverschip. Hij nam de molen mee aan boord en voer weg. Het schip was op weg naar een ver land om een lading zout te halen. Maar onderweg, dacht de kapitein, waarom zou ik zout gaan halen als de molen net zoveel zout voor me kan malen als ik nodig heb? Dus toen de kapitein zei, maal zout, begon de tovermolen meteen zout te malen. Al snel was het hele schip volgeladen met zout. Alleen wist de kapitein niet hoe hij de molen moest laten ophouden met malen. Het schip werd zo zwaar dat het naar de bodem van de zee zonk. En de molen bleef maar doormalen. En daarom werd het water in alle zeeën zout. Maar sinds gisteren moet de molen zijn opgehouden met malen. Iemand moet gaan onderzoeken waarom de molen het niet meer doet, zei A.A. Het wrak van het schip ligt in een diepe spleet van de zeebodem. Wij gaan meteen kijken, zeiden UK en Devo. Toen ze bij het schip kwamen, ontdekten ze dat de molen er niet meer was. Ze zochten de hele omgeving af. Plotseling werden ze door een sterke stroom meegesleurd. Zwemmen, Devo, zo hard je kunt, riep UK. Maar het was al te laat. Ze werden door de stroom in een diep en donker gat getrokken. UK deed zijn lichten aan. Hij keek om zich heen en zag UB. UB, wat doe jij hier? Vroeg hij. Hallo UK, hallo Devo, zei UB. Dus jullie zijn ook ingeslikt. Ingeslikt? Wat bedoel je? Vroeg Devo verbaasd. We zijn ingeslikt door een walvis, zei UB. Je wilt zeggen dat we in de maag van een walvis zitten? Vroeg UK. UB knikte. Ik kan het haast niet geloven, zei UK. Hij was nog maar net uitgesproken toen de drie vrienden de walvis hoorden kreunen. Oh, oh, wat ben ik misselijk. Dat roept hij al de hele ochtend, zei UB. Hij moet wel erg ziek zijn. Opeens zei Devo, geen wonder. Het water in zijn maag is ook verschrikkelijk zout. Ik geloof dat het zout uit die molen komt, zei UB. De tovermolen, riep UK. De walvis heeft de tovermolen ingeslikt. En er komt nog steeds zout uit. Geen wonder dat de walvis zo misselijk is, zei Devo. UK sleepte de molen naar de bek van de walvis. Ik ga dood, ik weet het zeker, hoorden ze de walvis zacht jammeren. De volgende keer dat hij zijn bek opendoet, moeten we zo hard we kunnen naar buiten varen, zei UK tegen UB. Houd je maar aan mij vast, Devo. Oh, ik ga erg dood, kreunde de walvis. Varen, nu, riep UK. Ze voeren zo vlug ze konden uit de bek van de walvis. UK liet de molen gauw los, zodat hij op de bodem van de zee terecht kwam. De molen maalde gewoon door en langzaamaan werd het zeewater weer zout. Terwijl de drie vrienden teruggingen naar de stad van de rustende onderzeeboten, hoorden ze de walvis zeggen, ik voel me al een stuk beter. Dat kan wel kloppen, grinnikte UK. UK had het heel best naar zijn zin in de stad van de rustende onderzeeboten. Zijn vriend Devo liet hem elke dag een ander mooi plekje in de omgeving zien. Op een middag bracht Devo zijn vriend naar een prachtig groot koraalrif. Wat zwemmen hier mooie vissen, zei UK. Bij het koraalrif wonen de mooiste vissen van de wereld, zei Devo. Kom maar eens mee, dan laat ik je een zeester zien. Kijk, daar is hij al. Vind je hem niet mooi? Op dat ogenblik hoorden ze boven zich luid gekraak. Wat was dat? Riep UK. Kijk uit, het koraalrif stort in, riep Devo. En hij had gelijk. Er braken grote stukken koraal van het rif. Houd je aan mij vast, Devo, riep UK. Ik ga duiken. Maar het was al te laat. Een groot stuk koraal viel bovenop hem, zodat ze in een diep gedeelte van de zee terechtkwamen. UK en Devo kwamen met een klap op de bodem terecht.
Geschrokken keken ze om zich heen. Maar omdat ze zo diep in de zee terechtgekomen waren, was het er pikdonker. Uka deed zijn lichten aan. Even later kwamen er twee vissen naar hen toe zwemmen. Wat zouden dat voor dingen zijn? Vroeg de ene vis aan de andere. Ik weet het niet zeker, maar dat ene ding lijkt wel een sardineblikje, zei de ene vis. En hij wees met een van zijn vinnen naar Uka. Dan is dat andere kleine ding vast een sardientje, zei de eerste vis. Ik ben geen sardientje, zei Devo beledigd. Ik ben een zeemeerman en dit is mijn vriend Uka. Hij is een onderzeeboot. Nou, wat jullie ook zijn, wees maar voorzichtig, want Slokop is in de buurt, zei de tweede vis. Zijn stem trilde van angst. Wie is Slokop? Vroeg Uka. Een heel grote vis die alles wat hij ziet opslokt, zei de andere vis. Opeens hoorden Devo en Uka een vreemd geluid. Slok, slok, slok. Wat was dat? Vroeg Devo. Kijk uit, daar komt Slokop, riepen de vissen die zich vlug achter een rots verstopten. Devo en Uka zagen vlakbij een enorme vis met wijd open gesperde bek voorbij zwemmen. Hij slokte alles op wat hij op zijn weg tegenkwam. Zand, vissen, zeewier en stenen. We kunnen beter teruggaan naar huis. Houd je vast, Devo, zei Uka. Hij startte zijn motor. Een uur later waren ze thuis. Uka viel meteen in slaap. Uka droomde van een heel grote vis die alles opslokte toen hij wakker werd van het geluid van zijn wekker. Het is nog donker, gilde hij. De wekker is vast stuk. Ik ga weer lekker slapen. Maar even later werd hij weer wakker omdat er iemand hard op zijn deur klopte. Wie is daar? Riep Uka. Ik ben het, hoorde hij Devo roepen. Wat doe jij hier midden in de nacht? Vroeg Uka. Het is geen nacht, Uka, het is al dag. Maar het is nog donker, riep Uka. Ja, er is iets vreemds aan de hand. Ik denk dat het te maken heeft met het koraalrif dat gisteren is ingestort. Ga je meekijken? Een uur later waren ze bij het koraalrif. Toen ze boven water kwamen, zagen ze dat een groot tankschip op het koraal was gevaren. En uit het schip liep een dikke straal olie. Daarom is het onder water zo donker, zei Uka. De zee is bedekt met een laag olie. Wat moeten we doen, Uka? Vroeg Devo. Het lijkt me een aardig werkje voor Slokop, lachte Uka. Hij ging twee van zijn vrienden ophalen. Met hun drieën doken ze diep naar beneden, naar de plaats waar Slokop woonde. Ze hadden alle drie één punt van een groot net vast. Even later hoorden ze Slok. Slok, slok. Daar is hij, riep Uka. De drie onderzeeboten lieten een net over Slokop vallen en trokken hem toen omhoog naar het koraalrif. Daar lieten ze hem weer los. Slok, slok, slok. Maar dit is lekker. Heerlijk. Ik heb in tijden niet zulke lekkere, vette, zwarte olie gegeten, hoorden ze Slokop zeggen. Een uur later was alle olie verdwenen. De drie onderzeeboten en hun vriendje Devo keerden terug naar de stad van de rustende onderzeeboten, waar ze door AA werden verwelkomd. Ik heb weer gelijk, zei hij. Oude, wijze onderzeeboten horen vrij te kunnen rondvaren, want hier kunnen ze nog heel nuttig werk doen. Snelle Simon. Simon woonde met zijn vader en moeder op de bovenste verdieping van een heel hoog flatgebouw. Om op de bovenste verdieping te komen, moest je 20 trappen lopen. Daarom namen zijn ouders en iedereen die bij hen op bezoek kwam de lift. Maar Simon niet. Hij vond het heerlijk om de trappen op en af te rennen. Op een dag zei zijn moeder: Simon, ga naar de winkel en haal een pak zout.
Simon rende de trap af. Hij holde zo hard dat hij af en toe een paar treden oversloeg. Hij vloog de deur uit en rende door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop: een pak zout, een pak zout, een pak goud, een zak goud. En toen hij buiten adem in de winkel aankwam, zei hij: een zak goud, alstublieft. Je moet geen grapjes maken, Simon, zei de winkelier. Je weet best dat ik geen goud verkoop. Simon rende terug naar huis en liep de 20 trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen goud verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O, Simon, waarom neem je niet gewoon de lift? Je raakt de kluts kwijt van al dat rennen, zei zijn moeder. De volgende dag moest Simon weer naar de winkel. Deze keer moest hij een pond meel halen. Simon rende de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop: een pond meel, een pond peel, een mond peel. En toen hij hijgend in de winkel stond, vroeg hij om een mond peel. Geen grapje, Simon, zei de winkelier. Je weet best dat ik geen peel in de winkel heb. Simon rende terug naar huis en liep de 20 trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen peel verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O, Simon, ga de volgende keer alsjeblieft met de lift, zei ze. 2 dagen later moest Simon weer naar de winkel. Hij moest voor zijn moeder een zak peren halen. Weer holde hij de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop: een zak peren, een zak beren, ik zag 2 beren. Hijgend stapte hij de winkel binnen. 2 beren, alstublieft, zei hij tegen de winkelier. Maar Simon toch, zei de winkelier, je weet heel goed dat ik geen beren verkoop. Simon rende terug naar huis en liep de 20 trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier zegt dat hij geen beren verkoopt, zei hij tegen zijn moeder. O, Simon, je bent weer helemaal de kluts kwijt. En hoe kom je aan dat gat in je broek? Vroeg ze. O, ik ben op de 2e tree van de 7e trap op mijn knie gevallen, zei Simon. Dan zullen we een nieuwe broek voor je moeten kopen, zei moeder. Simon rende de trappen af, de deur uit en door de straten naar de winkel. En onderweg herhaalde hij hardop: een nieuwe broek, een broek, een koek, een koek. Buiten adem kwam hij in de winkel aan. Hij dacht diep na en zei: een koek, alstublieft. Natuurlijk, Simon, zei de winkelier en gaf hem een heerlijke koek. Simon rende terug naar huis en liep de 20 trappen op naar de bovenste verdieping. De winkelier had wel een koek, zei hij hijgend tegen zijn moeder. Wat knap van je, Simon, zei ze, om te raden dat ik een koek nodig had, want we krijgen straks bezoek. Adriaan Aap leert toveren. Adriaan Aap was dol op toveren. Toen hij van school kwam, vroeg hij aan zijn vader of hij bij Tobias de tovenaar mocht gaan werken. Maar ik heb je hier nodig om kokosnoten te plukken, zei zijn vader. Je broer Koos is wel ouder en groter, maar hij werkt veel te langzaam. Jij bent jong en lenig. Dus jij kunt sneller in en uit de bomen klimmen. Maar u vergeet dat ik altijd duizelig word als ik in een boom klim, antwoordde Adriaan. Dan moet Koos de kokosnoten maar plukken en naar beneden gooien. Dan kan jij ze tellen, zei vader Aap. Maar ik kan ook niet goed tellen, vader, zei Adriaan. Op school was ik altijd de slechtste van de klas. Vader Aap wist dat het waar was. Vooruit dan maar. Je mag met Tobias de tovenaar gaan praten, zei hij. De volgende dag ging Adriaan naar Tobias de tovenaar. Beleefd vroeg hij of hij bij hem mocht komen werken. Tobias streek over zijn baard en bekeek hem van alle kanten. Goed, zei hij eindelijk, kom maar mee. Hij bracht zijn nieuwe leerling naar zijn werkkamer in de kelder. Adriaan keek nieuwsgierig om zich heen. Overal stonden potten met paddenkruid, vlierbessenpoeder
en jeneverbessen en rijen met boeken. De grote tafel in het midden van de kamer was bezaaid met schalen en lepels in alle maten. Er stond ook een weegschaal. En dwars over de tafel lag een vreemde, kronkelige, rood-wit gestreepte stok. In een hoek van de kamer stond een vreemd dier in een grote kookpot te roeren. Adriaan zag dat het dier een wezel was en Adriaan hield niet van wezels. Op een dag hadden een paar wezels de mooiste kokosnoten van zijn vader weggenomen. Ik zal je een maand proeftijd geven, zei Tobias. Daarna zal ik beslissen of je mag blijven. Adriaan was dolgelukkig. De wezel zei niets, alleen lachte hij een beetje vals. Tobias was een goede meester. Hij leerde Adriaan hoe hij de toverschalen met regenwater moest afwassen en welke toverspreuken hij bij het afdrogen moest opzeggen. En na een paar dagen kende Adriaan de namen van alle wilde bloemen en kruiden die in het bos groeiden. Hij leerde van Tobias hoe hij met de bloemen en de kruiden meisjes mooier kon maken. Met rozemarijn liet hij hun haar mooi krullen en met laurier beschermde hij hen tegen de regen. Tobias vertelde Adriaan dat hij van bloemen en kruiden ook toverdranken kon maken. En dan, Adriaan, zwaai ik met de gestreepte stok over de ketel en zeg een toverspreuk. Maar jij mag niet aan de stok komen, waarschuwde hij. Zelfs Willy Wezel mag nog niet met de stok werken en hij werkt al 3 jaar bij me. Maar Adriaan had al een paar keer gezien dat Willy Wezel de stok stiekem gebruikte. Na een maand zei Tobias tegen Adriaan: je hebt goed je best gedaan. Je mag blijven en samen met Willy werken. Ik ga vaak op reis en als ik weg ben, is Willy de baas. Als Tobias op reis was, liet de wezel Adriaan alle karweitjes doen waar hij zelf een hekel aan had. En dan ging hij zelf lui in de stoel van de tovenaar zitten en zei steeds dat Adriaan alles fout deed. Op een dag vertrok Tobias naar de jaarlijkse vergadering van grote tovenaars. Hij was nog maar net de deur uit of Willy Wezel zei tegen Adriaan dat hij een boek van de bovenste plank moest halen. Halverwege de trap werd Adriaan duizelig. Hij deed zijn ogen dicht, haalde diep adem en klom verder. Hij pakte het boek en probeerde er niet aan te denken hoe hoog hij boven de vloer stond. Langzaam begon hij terug naar beneden te lopen. Opeens glipte het zware boek uit zijn vingers. Het viel boven op het hoofd van Willy. De wezel werd vreselijk boos. Stomme aap, schreeuwde hij. Adriaan schrok daar zo van dat hij zijn evenwicht verloor. Hij viel en kwam precies in een ketel met brandnetelsoep terecht. Stomme rare aap, Tobias zal woedend zijn, riep hij. Je hebt zijn belangrijkste toverboek beschadigd en ik heb een bult op mijn hoofd gekregen. Ik ga naar huis, maar jij kunt hier blijven om het boek weer goed te maken. De wezel strompelde naar buiten en sloot Adriaan in de werkkamer op. Eerst was Adriaan heel bang, maar toen stak hij een kaars aan en waste de brandnetelsoep uit zijn vacht. Na een uur zag het boek er weer keurig netjes uit. Adriaan keek om zich heen. Wat zou hij nu eens gaan doen? Op de tafel lag de kronkelige toverstok. Zonder na te denken pakte Adriaan de stok in zijn hand en danste ermee door de kamer. En toen gebeurde er iets heel griezeligs. Adriaan danste langs een oude stenen pot en opeens kwamen er rookwolken uit. Geschrokken deed Adriaan een stap achteruit. Daarbij stootte hij tegen een mand met madeliefjes die omviel en in de ketel met brandnetelsoep terechtkwam.
Adriaan legde vlug de stok op de tafel en keek angstig naar de stenen pot waar steeds meer rook uitkwam. Opeens schoot de kurk eraf. Er kwam een enorme straal oranje gekleurde hete vloeistof uit de pot. Een beetje van de vloeistof viel in de brandnetelsoep. De groene kleur van de soep veranderde in bruin en de soep begon heel vies te ruiken. Adriaan kroop ongelukkig in een hoekje van de kamer. Wat wilde hij graag naar huis? Maar na een uur viel hij toch in slaap. Hij werd wakker van het geluid van een sleutel die in het slot werd omgedraaid. Tobias stapte naar binnen en keek verbaasd om zich heen. En achter hem stond Willy Wezel. Hij had een grote bult op zijn hoofd. Wat heb jij gedaan? Vroeg de tovenaar boos. Adriaan vertelde met een angstig stemmetje wat er met het boek was gebeurd. Maar omdat hij het weer netjes in orde had gemaakt, was Tobias niet langer boos. Toen keek hij naar de bult op het hoofd van de wezel en hij begon te grinniken. Je verdient de loon, Willy, zei hij. Ik weet heus wel hoe onaardig je tegen Adriaan bent. Daarna vertelde Adriaan wat hij met de toverstok had gedaan. Willy begon weer vrolijk te kijken. Hij weet dat ik straks mijn baantje kwijt ben, dacht Adriaan. Maar tot zijn grote verbazing liep Tobias nieuwsgierig naar de ketel met brandnetelsoep. Hij rook eraan, roerde erin en proefde toen een lepel vol. Hij begon te lachen, pakte Adriaan vast en danste met hem de kamer rond. Weet je wat jij voor elkaar hebt gekregen, Adriaan? Zei hij. Je hebt iets ontdekt waar ik al jaren naar zoek. Een drankje tegen akelige dromen. Tobias liet zich hijgend in zijn stoel vallen, maar hij bleef lachen. Slimme aap, zei hij. Je moet me vertellen hoeveel keer je met de stok hebt gezwaaid en wat er toen gebeurde. Willy, pak een potlood en schrijf alles op wat Adriaan zegt. Eerst kon Adriaan zich niet precies herinneren hoeveel keer hij met de stok had gezwaaid. Hij dacht diep na en begon langzaam te tellen. En toen vertelde hij precies wat er was gebeurd. Willy moest het allemaal opschrijven. Eindelijk was Tobias tevreden. Neem vandaag maar vrij, Adriaan, maar morgen moet je terugkomen, want je moet nog een heleboel leren. Adriaan rende naar huis. Zijn vader en zijn moeder waren heel ongerust geweest toen hun jongste zoon 's nachts niet thuis was gekomen. Adriaan vertelde over de nieuwe toverdrank die hij per ongeluk had gemaakt. Je wordt vast een heel goede tovenaar, Adriaan, zei zijn broer Koos. En om dat te vieren maakte moeder aap extra lekker eten van kokosnoten en bananen klaar. Vlinders op de maan. Meester Kropotkin, de sterrenkundige van prins Azov, had zijn kijker op de hoogste toren van het kasteel gezet en stond aandachtig naar de maan te kijken. Opeens werd hij op zijn schouder getikt. Meester Kropotkin keek rustig verder, want hij was eraan gewend dat de prins elke avond bij hem kwam om te vragen of er nog iets bijzonders op de maan of op de sterren te zien was. Daarom schrok hij verschrikkelijk toen prins Azov ineens tegen hem begon te schreeuwen. Kropotkin, vanavond moet je kijken of er vlinders op de maan zijn. Maar hoogheid, het is koud en dor en leeg op de maan, zei Kropotkin. Iedereen weet dat er op de maan geen... Ja, ik heb genoeg gehoord, zei prins Azov ongeduldig. Toch wil ik dat je die vlinders voor me vindt. Anders krijg je deze maand geen geld. Heb je dat goed begrepen? Kropotkin boog zijn hoofd en fluisterde. Goed, hoogheid. Want meester Kropotkin had een vrouw en 3 kinderen. En als hij geen loon kreeg, zouden ze geen eten hebben. Ben je wel eens op de maan geweest? Vroeg prins Azov. Nee, hoogheid, antwoordde Kropotkin. Dan kun je dus ook niet weten of er wel of geen vlinders op de maan zijn.
zei prins Azof. Over een maand geven de prinses en ik een groot feest. We hebben wel 100 gasten uitgenodigd. En die zullen vast allemaal de vlinders op de maan willen zien. Je hebt dus een maand de tijd om ze te vinden. Meester Kropotkin ging naar huis. Hij wilde niets eten en ging zwijgend op een krukje bij het haardvuur zitten. Zijn vrouw, Anna, vroeg bezorgd. Je bent toch niet ziek? Nee, maar ik wil met rust gelaten worden, bromde Kropotkin. Eet door, zei Anna tegen haar kinderen. Vader voelt zich niet goed. Na het eten gaan jullie meteen naar bed, dan kan vader rusten. Toen de kinderen naar bed gingen, fluisterde de oudste zoon, Gregor. Ik weet wat er aan de hand is, moeder. Vader moet binnen een maand vlinders op de maan vinden, anders krijgt hij van de prins geen loon. Jori, de stalknecht, heeft het me verteld. De volgende dag nam meester Kropotkin zijn dochter Natasja mee om de sterrenkijker schoon te maken. Dat deed ze elke week en meestal zong ze daarbij het hoogste lied. Dan riepen de mensen die op het land werkten, wat zing je toch mooi, Natasja. Maar die dag zong Natasja niet. Ze poetste zwijgend de lenzen van de sterrenkijker tot ze glommen als spiegels. En ook haar vader zei geen woord. Opeens stond prins Azof voor hen. Ik heb groot nieuws, meester Kropotkin, zei hij. Alle gasten hebben laten weten dat ze graag naar de vlinders op de maan willen komen kijken. Maar er zijn helemaal geen vlinders op de maan, zei Natasja. Laat dat eigenwijze kind haar mond houden, meester Kropotkin, zei prins Azof. De sterrenkundige sloeg zijn arm om zijn dochtertje heen en zei zachtjes dat ze stil moest zijn. Op de avond dat we naar de vlinders op de maan komen kijken, zal ik mijn orkest laten spelen. En dan wil ik dat de vlinders op de maat van de muziek dansen, zei prins Azof nog. Ik heb een verrassing voor je, meester Kropotkin. Je vrouw en je kinderen mogen ook komen kijken. Die avond lag Natasja te woelen in haar bedje. Hoe zou ze haar vader kunnen helpen, vroeg ze zich af. Plotseling ging ze rechtop zitten en glimlachte. Ze kroop uit bed en liep op haar tenen naar beneden. Ze pakte een schaar, kleurpotloden en papier en ging aan het werk. Na een uur lag ze weer in bed, maar daarna ging ze elke avond een poosje naar beneden. De dag van het grote feest brak aan. Meester Kropotkin wachtte angstig het ogenblik af dat het donker zou worden. Terwijl de gasten aan tafel gingen, liep de kleine Natasja de trap op naar de toren. In haar handen had ze een doosje. Er waren heel veel mensen uit het land naar het kasteel van prins Azof gekomen, want het nieuws dat de sterrenkundige de opdracht had gekregen vlinders op de maan te zoeken, was rondgegaan als een lopend vuurtje. Sommige mensen maakten grapjes over meester Kropotkin. Ik durfde wedden dat er vlinders in zijn neus zullen bijten, zei een man. En ik durfde wedden dat ze in zijn baard een nestje zullen bouwen, zei een dikke mevrouw die grappig wilde zijn. Meester Kropotkin zuchtte diep. Daar kwamen de prins en zijn gasten al aan. De prins liep de trap op naar de toren. Zijn gasten liepen achter hem aan. Iedereen hield zijn adem in toen meester Kropotkin de sterrenkijker in de richting van de maan zwaaide. Met trillende vingers stelde hij de lenzen scherp en keek. Hij kon zijn ogen niet geloven en schudde zijn hoofd van verbazing. Prins Azof duwde hem opzij. Hij keek door de kijker en begon te juichen. Meester Kropotkin, het is je gelukt! Je hebt de vlinders op de maan gevonden. En nu wil ik ze zien dansen. Orkest, begin te spelen, riep prins Azof. De vlinders begonnen te dansen. Natasja zat trillend van spanning tegen de muur van het kasteel. Ze hield een touwtje vast en trok eraan op de maat van de muziek. Alle gasten kwamen naar de dansende vlinders kijken. En daarna riep prins Azof... Mevrouw Kropotkin, nu is het uw beurt en uw kinderen mogen ook mee. Mevrouw Kropotkin liep met haar twee andere kinderen naar boven. Maar ze waren zo opgewonden toen ze de vlinders zagen dat ze tegen de lens stoten.
De lens met de vlinders die Natasja uit papier had geknipt, viel naar beneden. De lens brak in 1000 stukjes. De papieren vlinders raakten los en waaiden weg. Hoger en hoger vlogen de vlinders. Ze gaan terug naar de maan, riepen de mensen. Alleen prins Azov begreep dat hij was bedrogen. Maar hij wilde het niet laten merken. Hij riep, meester Kropotkin, je bent verstandiger dan ik dacht. Je hebt niet alleen de vlinders op de maan gevonden, maar je hebt ze ook nog naar de aarde gehaald. Je krijgt deze maand 2 keer zoveel loon. Meester Kropotkin gaf Natasja een kus en fluisterde, dank je wel, slimme dochter. En terwijl de laatste vlinders wegvlogen, vierden alle mensen feest. De herdershond. Er is geen schaap dat zich zorgen maakt. Ook 's avonds lopen ze nog rustig rond. Want ze worden trouw bewaakt door Bruno, de dappere herdershond. Vroeger is er wel eens een schaap verdwaald, zoekend naar de stal tot vroeg in de morgen. Maar nu wordt zo'n schaap direct teruggehaald door Bruno, die goed voor ze wil zorgen. Kijk de schapen daar nu eens staan in de sneeuw, met hun dikke wollen jassen. Ze voelen zich veilig, ook bij volle maan, door Bruno, die goed op hen zal passen. Bruno is best tevreden met het herdersleven, maar het wachten duurt soms wel wat lang. Daarom wordt bij het maanlicht een lied aangeheven door Bruno, die houdt van zulk hondengezang. En de hond van de buren, die hem hoort, valt hem bij in het opgetogen lied. Zo vinden de mensen dat hun rust wordt verstoord door Bruno, die zelf heel erg geniet. Superbaby. Op een mooie zonnige ochtend was Superbaby druk aan het werk met zijn computer in zijn kinderwagen. Ik vind dit maar vervelend werk, zei hij tegen zijn vriend Koos Konijn. Ik wilde dat er eens iets gebeurde. Koos Konijn, die ook wel KK werd genoemd, was druk bezig een bericht op zijn computerscherm te lezen. Hij gaf geen antwoord. Opeens begon de babytelefoon te rinkelen. Superbaby nam de babytelefoon op. Wat? Riep hij. Wordt uw bank beroofd? We komen eraan. Hij legde de horen neer en zei, vlug KK, de bank in de Hoogstraat wordt beroofd. Koos Konijn drukte op een knop en 10 tellen later was de kinderwagen veranderd in een vliegtuig die boven de daken naar de Hoogstraat vloog. Toen ze vlak bij de bank waren, drukte Koos Konijn op een andere knop. De kinderwagen landde precies voor het bankgebouw. Dit is de bank waar mijn spaargeld staat, Superbaby, riep Koos Konijn. Ik hoop dat we niet te laat zijn. De bankdirecteur kwam naar buiten rennen. Wat ben ik blij dat je er bent, Superbaby, zei hij. Ze hebben al het geld meegenomen. Dan ben ik mijn spaargeld kwijt, kreunde Koos Konijn. Dat kan niet. Hebben ze sporen achtergelaten, vroeg Superbaby. Alleen dit, zei de bankdirecteur. En hij wees naar een voetafdruk op de vloer. Koos Konijn nam de maten van de afdruk en gaf die door aan de computer. Even later stond op het beeldscherm te lezen, 1,80 meter lang, schoenmaat 42, loopt mank, woont bij het strand. Superbaby sprong in de kinderwagen en Koos Konijn drukte op de startknop. Even later waren ze op weg naar het strand. Onderweg pakte Superbaby zijn zuigfles. Ik heb extra kracht nodig, zei hij. Het wordt een zwaar karwei. Hij dronk de fles helemaal leeg. Even later vlogen ze boven het strand. Koos Konijn drukte op een andere knop. De kinderwagen landde vlak bij een hut op het strand. Blijf jij maar hier, KK, zei Superbaby. Roep me als je hulp nodig hebt, zei Superbaby. Die kan ik wel eens nodig hebben. Superbaby liep door de duinen naar de hut. Hij verstopte zich in het hoge gras en keek of hij iemand zag. De hut zag eruit alsof er een hele tijd niemand was geweest.
Maar Superbaby zag wel dat het spinnenweb dat over de deur hing gescheurd was. Er moet dus iemand naar binnen zijn gegaan, dacht hij. Hij kroop voorzichtig dichterbij en gluurde door een kier naar binnen. Ik had dus toch gelijk, dacht hij. In de hut zaten twee mannen. Ze waren druk bezig bankbiljetten te tellen. 3000, 3001, 3002, hoera, we zijn rijk! Jan, wat moet ik hiermee doen? Vroeg een van de mannen. Hij hield een zak met koperen munten omhoog. Doe er maar mee wat je wilt, Kees, zei de andere man. We hebben hier meer dan genoeg aan. En hij gooide een stapel bankbiljetten in de lucht. Ik gooi de munten wel in zee, zei Kees. Oh nee, dat gebeurt niet, dacht Superbaby. In die zak zitten ook de 87 munten van KK. Hij maakte een vuist en sloeg een gat in de muur. De twee mannen schrokken verschrikkelijk. Help, het is Superbaby, schreeuwde Kees. Ja, maar hij is alleen, zei Jan met een valse grijns. Hij haalde een pistool uit zijn zak en richtte het op Superbaby. Je hebt nog 1 minuut, baby, zei hij. Maar Superbaby was niet bang voor de dieven en ook niet voor het pistool. Hij sloeg met zijn rammelaar eerst het pistool uit de hand van Jan. Daarna haalde hij nog een keer uit en sloeg hem tegen de grond. Kees was intussen met de zak munten onder zijn arm naar buiten gerend. Kaka, riep Superbaby, Kees gaat er met je spaargeld vandoor. Superbaby sprong in de kinderwagen. Koos Konijn drukte op de startknop. Even later vlogen ze boven Kees die net in een roeiboot stapte. Kees roeide de zee op, maar de kinderwagen bleef vlak boven hem vliegen. Kees stond op en probeerde met een roeispaan naar de kinderwagen te slaan. Maar hij verloor zijn evenwicht en viel achterover in het water. Ook de zak met munten viel overboord. Daar gaat je spaargeld, KK, zei Superbaby. Dat zie je niet meer terug. Hij leunde over de rand van de kinderwagen en stak zijn hand met de rammelaar uit. Kees greep de rammelaar beet en Superbaby trok hem in de kinderwagen. De dief kroop bang in de verste hoek. Nu gaan we Jan ophalen, KK, zei Superbaby. En dan vliegen we terug naar de bank. Even later waren ze terug bij de bank in de Hoogstraat. Buiten stonden heel veel mensen die allemaal spaargeld bij de bank hadden. Dit zijn de dieven en hier is uw geld, zei Superbaby tegen de bankdirecteur. Alleen de munten zijn er niet bij. De bankdirecteur bedankte Superbaby en Koos Konijn en gaf hun allebei een nieuw bankbiljet. Koos Konijn gaf het gelijk weer terug aan de directeur, want hij wilde doorgaan met sparen. En nu wil ik terug naar huis, KK, zei Superbaby. Het is tijd voor mijn middagslaapje. En 10 tellen later waren ze op weg naar huis. Kleine dappere Marieke. Er was eens een oude houthakker die een heleboel kinderen had. Hij werkte altijd heel hard en hij verdiende net genoeg om alle kinderen iedere dag te eten te kunnen geven. Op een dag gaf de houthakker zijn 3 jongste dochtertjes een paar boterhammen met stroop en stuurde hen het bos in om hout te sprokkelen. De 3 meisjes werkten de hele dag. Toen het donker werd en ze terug wilden gaan naar de houthakkershut, merkten ze dat ze waren verdwaald. Ze aten hun boterhammen op en probeerde toen de weg terug naar huis te vinden. Plotseling zagen ze op een open plek in het bos een huis staan. Het jongste meisje, dat door haar vader en broertjes en zusjes Kleine Dappere Marieke werd genoemd, klopte op de deur. Een vrouw deed open. Hebt u misschien iets voor ons te eten? Vroeg Marieke beleefd. Wat? Riep de vrouw. Kinderen, ga weg als je leven je lief is. Mijn man is een reus en als hij jullie ziet, zal hij jullie zeker opeten. Maar Kleine Dappere Marieke zei dat zij en haar zusjes niet bang waren. En toen ze de vrouw vertelde dat ze verdwaald waren, liet de vrouw hen binnen.
Gaan jullie maar aan tafel zitten, dan krijgen jullie een boterham en een beker melk, zei ze. De meisjes hadden net een hap van hun boterham genomen toen de reus thuis kwam. Zei hij, is dit mijn avondeten? En hij wees naar de drie meisjes. Nee hoor, ik heb een varken voor je gebraden, zei de vrouw. De meisjes krijg je misschien volgende week. Ik wil ze eerst vetmesten. Toen de drie zusjes hadden gegeten, stopte de vrouw hen bij haar drie eigen dochtertjes in bed. Ze dacht dat ze daar wel veilig zouden zijn voor de reus. De reus kwam de slaapkamer binnen om de meisjes goedenacht te wensen. Hij deed overdreven aardig. Hij haalde de meisjes uit bed en danste met hen. En daarna gaf hij ze alle zes een kettingje. Maar de kettingjes die hij aan zijn dochtertjes gaf, waren van goud. En die hij aan Marieke en haar zusjes gaf, waren van stro. Maar Marieke vertrouwde de reus niet. En zodra de andere meisjes sliepen, ruilde ze de kettingjes van stro om voor de kettingjes van goud. De drie dochtertjes van de reus hadden toen de kettingjes van stro om. Midden in de nacht sloop de reus op zijn tenen de kamer in en voelde met duim en wijsvinger welke meisjes de kettingjes van stro om hadden. Die meisjes droeg hij de trap af naar beneden en sloot hen op in de kelder. Daarna ging hij het bos in. Dappere Marieke maakte gauw haar zusjes wakker. Ze liepen zachtjes de trap af en renden toen het huis uit. De zusjes liepen door het donkere bos tot het bijna dag was. En toen kwamen ze bij een schitterend paleis. In de vijver van de paleistuin zwommen prachtige witte zwanen. In het paleis woonde de koning van het land. Kleine dappere Marieke vroeg aan de paleiswacht of ze de koning mocht spreken. En dat mocht. Ze vertelde de koning hoe arm ze het thuis hadden en dat ze verdwaald waren en dat de reus hen had willen opsluiten. De koning luisterde aandachtig en zei toen, die reus is mijn grootste vijand. Jij lijkt me een dapper meisje. Als het je lukt het zwaard dat aan de muur boven zijn bed hangt voor mij te stelen, mag je oudste zusje met mijn oudste zoon trouwen. Kleine dappere Marieke zei dat ze het graag wilde proberen. 'S Avonds liep ze door het bos terug naar het huis van de reus. Ze keek door een raam naar binnen en zag dat de reus zat te eten. Ze liep zachtjes het huis in en verstopte zich onder het bed van de reus en zijn vrouw. Midden in de nacht klom Marieke op het grote bed. Voorzichtig tilde ze het zwaard van de spijker aan de muur. Gelukkig was het zwaard niet zo groot, maar het was toch wel zwaar. Ze deed erg voorzichtig en het lukte haar onopgemerkt de trap af te lopen. Maar toen ze vlak bij de buitendeur was, kon ze het zwaard niet langer houden. Het viel, maar ze raapte het snel weer. De reus was door het lawaai wakker geworden. Marieke holde intussen zo hard ze kon. De reus kwam met grote stappen achter haar aan. Eindelijk kwam Marieke bij de brug over het ravijn. De koning had haar verteld dat die brug was gemaakt van één lange haar. Marieke liep snel over het haartje naar de overkant. De reus wist dat de haar hem niet kon houden en hij bleef staan. Hij schudde woedend met zijn vuist en riep, deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je straf. Marieke lachte en riep terug, bedenk die straf dan maar vlug, want ik kom vast nog wel terug. Daarna bracht Marieke het zwaard naar de koning. Die hield zijn woord en haar oudste zusje trouwde met zijn oudste zoon. Na de bruiloft zei de koning tegen Marieke, als je de beurs van de reus durft te stelen, mag je andere zusje met mijn andere zoon trouwen. Kleine dappere Marieke zei dat ze het graag wilde proberen. De reus legt zijn beurs voordat hij gaat slapen altijd onder zijn kussen, zei de koning. 'S Avonds ging Marieke op weg naar het huis van de reus. Hij zat weer te eten, dus ging Marieke weer gauw naar binnen en verstopte zich in de linnenkast van de slaapkamer. Midden in de nacht kroop ze naar het bed.
Ze voelde voorzichtig met haar handje onder het grote kussen. Opeens hield de reus op met snurken. Hij slaakte een diepe zucht en snurkte weer verder. Kleine dappere Marieke duwde haar hand een stukje verder. Opeens gaf de reus een gil. Zeker akelig gedroomd, zei zijn vrouw. Ga maar weer lekker slapen. De reus sliep verder. En kleine Marieke kon toen met haar hand de beurs voelen. Ze trok hem langzaam naar zich toe. Opeens rolde er een munt op de grond en de reus werd wakker. Marieke holde weg zo hard ze kon en de reus holde achter haar aan. Eindelijk kwam ze weer bij de brug en ze liep gauw naar de overkant. Woedend riep de reus: deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je zware straf. En Marieke riep terug: bedenk die straf maar vlug, want ik kom nog wel terug. Marieke bracht de beurs naar de koning. Haar andere zusje trouwde nog dezelfde dag met de andere zoon van de koning. Na de bruiloft zei de koning tegen Marieke: als je nu ook nog de gouden ring steelt die de reus draagt, dan mag jij met mijn jongste zoon trouwen. Kleine dappere Marieke bloosde een beetje, want ze vond de jongste prins heel aardig en zei dat ze het graag wilde proberen. Diezelfde avond liep ze naar het huis van de reus en sloop naar binnen. Ze verstopte zich in de slaapkamer. Niet lang daarna ging de reus naar bed. Hij viel meteen in slaap. Gelukkig lag hij op zijn rug en hing zijn hand met de ring buiten bed. Marieke begon heel zachtjes aan de ring te trekken. Langzaam gleed de ring van de vinger van de reus. Maar net toen ze de ring te pakken had, werd de reus wakker. Hij greep haar vast en tilde haar omhoog. Woedend riep hij: deze keer loopt het slecht met je af. Nu krijg je je verdiende straf. Marieke was wel geschrokken, maar ze liet het niet merken. Vertel me eens, ondeugend meisje, ging de reus verder. Wat zou je met mij doen als ik jou al die dingen had aangedaan? Dan zou ik u in een zak stoppen, zei kleine dappere Marieke. En in die zak zou ik ook een hond, een kat, een naald, een draad en een grote schaar doen. Dan zou ik de zak dichtknopen en buiten aan de muur hangen. Daarna zou ik naar het bos gaan en een dikke tak zoeken. En ik zou met die tak net zo lang op de zak slaan, totdat u zou roepen: ik zal het nooit meer doen. En dat is dan precies wat ik met jou ga doen, riep de reus. Hij stopte Marieke, zijn hond, zijn kat, een naald, een draad en een grote schaar in een zak en hing die buiten aan een spijker aan de muur. Toen liep hij naar het bos om een knuppel te zoeken. Marieke wist dat de vrouw van de reus in de buurt was. Ze aaide de kat en de hond en riep: oh, als u zou kunnen zien wat ik zie. Wat zie je dan? Vroeg de vrouw van de reus. Maar Marieke gaf geen antwoord en bleef roepen: oh, als u zou kunnen zien wat ik zie. De vrouw van de reus werd zo nieuwsgierig dat ze Marieke smeekte om even in de zak te mogen kijken. Marieke knipte een gat in de zak en sprong eruit. Daarna hielp ze de vrouw in de zak en naaide vlug het gat met de naald en draad dicht. Daarna verstopte ze zich, want ze hoorde de reus al aankomen. Hij had een dikke knuppel bij zich en begon daarmee meteen heel hard op de zak te slaan. Au, hou op, man, au, au, gilde zijn vrouw. Ik zit in de zak. Marieke was intussen weggelopen, maar de reus had haar zien gaan. Hij holde achter Marieke aan. Ze kwamen bij de brug en Marieke liep er vlug overheen. De reus schreeuwde woedend: deze keer kom je er goed vanaf, maar volgende keer krijg je zware straf. En kleine, dappere Marieke riep lachend terug: beste reus, doe maar geen moeite meer. Ik was hier voor de laatste keer. Marieke liep blij terug naar het paleis en gaf de ring van de reus aan de koning. En de volgende dag trouwde kleine, dappere Marieke
met de jongste prins. De spin en de slang. Diep in het oerwoud woonde eens een reusachtige grote slang. Hij had altijd honger, maar hij hoefde nooit moeite te doen om aan eten te komen. De slang lag de hele dag opgerold in de modder langs de oever van de rivier, rustig af te wachten tot er iets te eten kwam. En als er een dier in zijn buurt kwam, greep de slang dat dier. Hij verslond kleine en grote dieren en zelfs de koeien van de mensen uit het dorp. De mensen in het dorp waren heel bang voor de slang, want ze wisten dat als hij de kans kreeg, hij ook een mens zou opeten. Op een dag gingen de mensen uit het dorp naar een tovenaar en vroegen hem om raad. Het spijt me, zei de tovenaar. Ik heb nog geen tovermiddel kunnen vinden om de slang in bedwang te houden. Maar degene die de slang een lesje leert, krijgt van mij een mooi geschenk. Onder een struik, vlak bij het huis van de tovenaar, zat een spin. Toen hij hoorde wat de tovenaar zei, kwam hij tevoorschijn en zei tegen de dorpelingen: ik zal die slang wel eens een lesje leren. Geef me een schaal met wijn, een mand met eieren en een lang touw. Hak een boom om, haal de takken eraf en breng de boom naar de rivier. De dorpelingen deden wat de spin had gevraagd. Toen ze de boom naar de rivier hadden gedragen, renden ze zo hard ze konden terug naar het dorp. De slang lag in de modder langs de rivier een dutje te doen. De spin liep langzaam in de richting van de slang. Hoe kom je erbij? Zei de spin hardop, want hij deed net alsof hij tegen iemand praatte. Je vergist je, zei hij toen. De slang is juist heel aardig, zo aardig zelfs, dat ik hem wijn en eieren ga brengen. Daarna zei hij met een hoog stemmetje, alsof hij een muis was. Maar de slang is wel gemeen. Hij eet alle dieren op en ook de mensen zijn bang voor hem. De spin liep toen terug naar de plaats waar hij eerst had gestaan en hij zei heel hard: onzin, dat is niet waar en je beledigt mijn vriend. Hier, een pak slaag kun je krijgen. En hij sloeg met zijn vuisten in de modder. Daardoor leek het net alsof hij iemand sloeg. De slang was toen toch wel heel nieuwsgierig geworden. Maar toen hij zijn ogen opendeed, zag hij natuurlijk alleen de spin. En de spin mompelde: die muis zal nooit meer een lelijk woord over die aardige slang durven zeggen. Daarna liep hij naar de slang toe, maakte een diepe buiging en gaf hem de wijn en de eieren. De slang dronk de wijn en at de eieren gulzig op. Zelfs de schaal en de mand verdwenen in zijn enorme keelgat. Hij likte zijn grote bek af en zei: dank je wel. Je bent veel slimmer dan de andere dieren, om van de mensen nog maar niet te spreken. Oh, maar mensen zijn zo dom, zei de spin. Ze zeggen dat u maar net lang genoeg bent om u rond een koe te kunnen wikkelen. Een kleine koe, bedoelen ze dan. Wat? Siste de slang boos. Hoe lang bent u eigenlijk? Vroeg de spin. Dat weet ik niet precies, zei de slang. Zal ik u eens meten? Vroeg de spin. Graag, zei de slang. Dan kun je die domme mensen vertellen hoe ontzettend lang ik ben, dan worden ze pas echt bang van me. Ziet u die boom die daar ligt? Vroeg de spin. Als u daarnaast gaat liggen, zal ik u opmeten. De slang was intussen heel slaperig geworden, omdat hij zoveel had gegeten en gedronken. Goed, dat doe ik, zei hij en ging naast de boom liggen. Ik zal om de 10 centimeter een touw rond u en de boom knopen. Dan hoef ik daarna alleen maar de knopen te tellen om te weten hoe lang u bent. U doet maar, zei de slang en geeuwde. De spin bond het eerste stuk touw rond de boom en de staart van de slang. Au, niet zo strak, mopperde de slang en schoot overeind.
Maar de spin ging rustig door en zei: u moet niet klagen. U wilt toch het bewijs hebben dat u de langste slang bent die er bestaat. Dat is waar, zuchtte de slang en ging weer rustig liggen. Eindelijk bond de spin het laatste stuk touw rond de nek van de slang en de boom. Nou, hoe lang ben ik? Vroeg de slang. Schiet eens een beetje op. De spin begon te tellen. 10 centimeter, 20 centimeter, 50 centimeter, 2 meter. U bent erg groot, meneer slang, maar uw verstand is klein. Vertelt u me eens, hoe wilt u, zo lekker ingepakt, een koe vangen? Ha, 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 het lukt u niet eens meer een kleine spin als ik te pakken. De slang was ineens klaarwakker. Hij probeerde zich te bevrijden, maar dat lukte niet, want de spin had hem heel goed vastgebonden. Inmiddels waren de mensen uit het dorp samen met de tovenaar naar de rivier gekomen. Ze stonden op een veilige afstand naar de slang en de spin te kijken. Hebben jullie allemaal gezien hoe ik de slang een lesje heb geleerd? Vroeg de spin. En hij danste vrolijk op de boomstam heen en weer. We hebben het gezien, meneer spin, zei de tovenaar. Hier is uw geschenk. En de tovenaar gaf de spin een kistje en zei: in dit kistje zit wijsheid, genoeg voor een leven lang. U zult van nu af aan het meest wijze dier van het oerwoud zijn, zelfs wijzer dan de mensen. De mensen uit het dorp duwden de boom met de slang in de rivier. De slang werd door de stroom meegevoerd en niemand heeft hem daarna meer gezien. Paula's piano. Paula moest piano spelen en daar had ze helemaal geen zin in. Daarom werd de muzieklerares, juffrouw Noot, heel boos. Ze liep de kamer uit en zei: je blijft hier totdat je alle oefeningen hebt gedaan en het walsje zonder fouten kunt spelen. Paula balde haar vuisten. Ze was zo kwaad dat ze heel hard op de toetsen sloeg. Au, zei de piano, dat doet pijn. Ik ben al een oude piano. Paula keek verbaasd op. Ik wist niet dat je kon praten, zei ze. Dan weet je het nu, zei de piano. Ik heb nog niet eerder tegen je gesproken, omdat ik je eigenlijk niet zo aardig vind. Je slaat altijd zo hard op mijn toetsen, dat het wel lijkt alsof ik er wat aan kan doen dat je niet van piano spelen houdt. En dan klink ik heel erg vals, terwijl er juist zo'n mooi geluid in mij zit. Luister maar. Paula keek verbaasd naar de witte en zwarte toetsen die uit zichzelf begonnen te bewegen. Oh, wat prachtig, riep Paula. Kun je ook toonladder spelen? Natuurlijk, zei de piano en speelde foutloos een toonladder. Dat was geweldig, zei Paula, die hoopte dat juffrouw Noot achter de deur zou staan luisteren. Kun je ook het walsje zonder fouten spelen? De piano begon te spelen. Het klonk prachtig. Paula begon door de kamer te dansen. Maar opeens hoorde ze juffrouw Noot de sleutel in het slot omdraaien. Ze ging vlug weer zitten en legde haar handen op de toetsen. De piano speelde de laatste noten. Juffrouw Noot kwam binnen. Dat klonk heel mooi, Paula, zei ze. Zie je wel dat je het kunt, als je je best maar doet. Voor volgende week krijg je deze polka als oefening. Paula knipoogde tegen de piano. Vanaf die dag vond Paula haar muzieklessen niet meer vervelend. Ze was nooit meer boos en deed nooit meer lelijk tegen de piano. Ze liet haar vingers rustig over de toetsen glijden. En soms kietelde ze de oude piano onder het toetsenbord, omdat Paula had gemerkt dat de piano dat prettig vond. Ze poetste voor elke les de piano en vulde iedere week de koperen kandelaars die erop stonden met verse bloemen in plaats van kaarsen. En de piano zorgde ervoor dat Paula zonder fouten haar oefeningen speelde. Maar in ruil daarvoor moest Paula beloven dat ze heel hard zou studeren. Op een dag zei juffrouw Noot:
Paula, je hebt zo goed je best gedaan dat je dit jaar op het schoolfeest mag spelen. Paula was heel trots en toen ze weer alleen was, zei ze tegen de piano: we zullen de beste van de avond zijn. Maar tot haar grote schrik zei juffrouw Noot de week daarop: kom maar eens mee, Paula. Vandaag mag je oefenen op een echte piano. Paula liep achter haar aan naar de hal van de school. Daar stond op een podium een glimmende zwarte concertvleugel. Op deze vleugel moeten morgen al mijn leerlingen spelen, zei juffrouw Noot. En omdat het jouw eerste optreden is, mag je er de hele middag op oefenen. Toen juffrouw Noot weg was, ging Paula zenuwachtig achter de vleugel zitten. Ze legde haar vingers op de toetsen en maakte onmiddellijk een fout. Ik kan het niet zo goed, fluisterde ze. Wil je me helpen? De vleugel gaf geen antwoord. Paula streelde de toetsen en kietelde onder het toetsenbord. Ze zei: alsjeblieft, help me. Ik ben zo zenuwachtig dat ik de goede toetsen niet kan vinden. Dan mag je helemaal niet op mij spelen, zei de vleugel heel hooghartig. Op een deftige concertvleugel als ik mogen alleen de beste leerlingen spelen. Paula holde naar juffrouw Noot. Ik kan niet op die vleugel spelen, zei ze. Ik maak steeds fouten. Mag ik morgen alsjeblieft op de gewone piano spelen? Op dat oude ding, zei juffrouw Noot. Natuurlijk niet. Wat zullen de ouders er wel van zeggen als er zo'n oude piano op het podium staat? Die piano is misschien wel oud, maar het geluid is prachtig, zei Paula. En als ik niet met deze piano mag optreden, dan doe ik het helemaal niet. Maar je naam staat al op het programma, zei juffrouw Noot. Dan moet het maar. De volgende dag werd de oude piano naar de hal gebracht. Het concert begon. Alle andere leerlingen speelden op de vleugel. De mensen klapten na ieder optreden en de zwarte vleugel stond te glimmen van trots. Toen was het de beurt van Paula. Ze ging achter de oude piano zitten en ze fluisterde: doe je best. Maar dat had ze niet hoeven te zeggen, want de oude piano speelde natuurlijk net zo mooi als anders. De mensen klapten veel harder dan eerst. Paula wilde opstaan, maar de piano zei: blijf zitten, ik ga nog iets spelen. Paula schrok verschrikkelijk, maar ze legde vlug haar vingers op de toetsen. De oude piano speelde een heel moeilijk stuk en zo vlug dat Paula het allemaal maar net kon bijhouden. Paula hoopte dat niemand iets zou merken, maar toen de laatste noot had geklonken, begon het publiek te juichen. Juffrouw Noot klapte misschien wel het hardst van allemaal. Paula werd uitgeroepen tot de beste leerling van het jaar. Ze kreeg een mooi boeket bloemen dat ze onmiddellijk op de oude piano legde. En ze fluisterde: dank je wel, lieve oude piano. De uitvinder van Nogland. Prins Noggin en zijn volk de Nogs woonden in Nogland, waar in de winter de bergen bedekt waren met een dik pak sneeuw en de rivieren bevroren waren. Maar in de zomer smolt de sneeuw in de dalen en gingen de boeren en hun knechten hard aan het werk op het veld. En de vissers gingen vissen in de rivieren, de meren en de zee die niet langer bevroren waren. Eén keer in de week gingen alle Nogs naar de stad, want dan werd er markt gehouden. De Nogs hadden dan allerlei dingen bij zich die ze ruilden voor andere dingen die ze nodig hadden. Ze ruilden eieren voor laarzen, vis voor brood of bieten voor hemden. En iedereen was heel tevreden. Behalve Olaf, de uitvinder van de prins. Al dat geruil op de markt vind ik maar niks, zei hij tegen prins Noggin. Ik zal iets uitvinden waarmee de mensen gemakkelijker boodschappen kunnen doen. En Olaf ging meteen aan het werk. Hij sneed van koper 6 rondjes en sloeg in elk rondje een gat. Dit is geld, zei hij tegen de prins. Hiermee kun je iets kopen. Ik begreep het niet, zei prins Noggin. Vertel me eens. Maar Olaf was al naar de markt gerend.
Hij zag boer Thor die 6 uien bij zich had. Thor was op weg naar de kippenboer om de uien te ruilen voor eieren. De kokkin van de prins had eieren nodig. Je moet die uien niet ruilen, maar verkopen, zei Olaf. Ik geef je 6 koperen munten voor die 6 uien, alsjeblieft. Wat zijn dat voor dingen? Vroeg Thor. Het zijn munten, zei Olaf. Met elke munt kun je een ei kopen, of een vis, of een ui, of wat je maar wilt. Maar dat is geweldig, riep Thor. En hij liep naar de keuken van het kasteel en gaf de munten aan de kokkin van de prins. Waar zijn mijn eieren? Vroeg ze, want ze wilde eieren bakken voor de prins. Iedere munt is goed voor 1 ei, zei Thor. Is dat niet geweldig? Dat is het helemaal niet, zei de kokkin boos. Ik kan geen eieren bakken van koperen munten. Ik wil eieren en ik wil ze nu. Ga ze onmiddellijk halen, domkop. Ze sloeg de arme Thor met haar lepel op zijn hoofd en joeg hem de keuken uit. Thor liep haastig terug naar de markt, naar de kraam van de kippenboer. Ik wil met deze 6 koperen munten 6 eieren van je kopen, zei hij. Maar de kippenboer schudde zijn hoofd. Ik wil geen koperen munten, zei hij. Ik wil 6 uien. Die heb ik niet, zei Thor. Als jij iets kunt vinden waarmee ik het linnen dak van mijn kraam weer heel kan maken, geef ik je 6 eieren, zei de kippenboer. Geen tijd, zei Thor en hij liep weg. Thor ging naar de smid. Die had ook geen eieren, maar hij wilde wel een koperen ketel ruilen voor 2 vissen. Thor liep verder en zag een jongen met een kruiwagen. De jongen had ook geen eieren, maar hij wilde wel 3 veren en een zak vol spijkertjes ruilen voor een echte soldatenhelm. Thor kon niemand vinden die hem 6 eieren voor de 6 koperen munten wilde geven. Hij liep naar de haven en keek naar de vissers. Wat is het gemakkelijk om visser te zijn. Dan heb je altijd te eten, zuchtte hij. Op hetzelfde ogenblik brak de vislijn van een van de vissers. De visser viel achterover tegen Thor aan en de munten vielen op de grond. Die zou ik goed kunnen gebruiken, zei de visser. Ik zou ze aan mijn lijn kunnen hangen, zodat die dieper in het water zakt. Want in de diepte zwemmen de meeste vissen. Wil je ze niet ruilen voor 2 vissen? Dat wilde Thor natuurlijk heel erg graag. Thor rende met de 2 vissen naar de smid en ruilde ze voor de koperen ketel. Daarna rende hij naar de jongen met de kruiwagen en zette de ketel omgekeerd op zijn hoofd. De jongen vond dat genoeg lijken op een soldatenhelm en gaf hem 3 veren en een zak met spijkertjes. Thor stak de 3 veren op de ketel en zei, nu ben je net een echte soldaat. Toen rende hij verder naar de kippenboer en met de spijkertjes maakte hij het linnen dak van de kraam weer in orde. En de kippenboer gaf hem 6 eieren. Thor rende zo hard hij kon naar de keuken van het kasteel en gaf de eieren aan de kokkin. Ze gaf hem een zoen en begon eieren voor de prins te bakken. Iedereen was tevreden, behalve Thor. Ik wil mijn uien terug, zei hij tegen Olaf de uitvinder. De uien zijn nu van mij. Ik heb ze met mijn eigen munten van je gekocht, zei Olaf. Thor werd verschrikkelijk boos. Hij trok zijn zwaard en joeg Olaf de uitvinder het kasteel uit. En je mag pas terugkomen als je 6 uien voor me hebt gekocht met je eigen munten.